een witte man op leeftijd nog nooit geconfronteerd is geweest met een gekleurde mens. Oei, oei. Welkom bij De Wereldmorgen. Dit krijg je niet in mainstream media. Eén gast die 30 minuten praat. Ah, oei. Dat mag niet. Fuck de regels, wij doen gewoon ons. In deze reeks onderzoeken wij de dreiging van extreem rechts. Je weet toch dat binnen 20 jaar jij zal verzorgd worden door iemand van kleur. Ik ben geen racist. Ik denk dat dat onderschat wordt door heel veel van die progressieve denkers die meewarig doen, ja, een beetje de dommerikken daar. Geen goede welvaart voor de mensen is een absolute voedingsbodem voor extreem rechts. De belangrijkste figuur die daarmee voor verantwoordelijk is, is volgens mij Bart De Wever. Ik pleit ervoor om hen niet zomaar te gaan vergelijken met de fascisten en de nazi's. Ik begrijp niet waarom ik geen vergelijking zou mogen maken met een bepaalde periode. Dat is de vraag van 1 miljoen. Ik interpreteer het zo. Ja, maar daar kunt je nog iets aan doen. Aan onwetendheid. Vanaf nu, elke donderdag op YouTube en op jouw favoriete podcastkanaal.